Dit is het Haal meer uit de weg verkeersjournaal. Het journaal houdt u op de hoogte van wegwerkzaamheden op de belangrijkste doorgaande wegen in Brabant. In de tweede helft van juli vinden twee grote weekendafsluitingen op de randweg Eindhoven plaats. Van donderdag 16 tot en met maandag 20 juli is de A67 richting Antwerpen dicht ter hoogte van knooppunt De Hocht. Donderdagavond 16 juli sluiten wij het viaduct wat hier achter mij ligt sluiten wij af. Dat is eigenlijk de grote boog, de A2 van Den Bosch naar Maastricht. Die weg wordt afgesloten en die komt in zijn definitieve situatie op de nieuwe autosnelweg te liggen. Daardoor wordt het mogelijk om deze viaducten te slopen. En dan kunnen we de A67 vanuit Venlo richting Antwerpen kunnen wij afbouwen. En dan kan het verkeer wat nu hier aan de zijkant rijdt, eveneens op de definitieve situatie komen te rijden. Dat is eigenlijk in het kort gezegd wat wij in die weekenden gaan doen. De operatie bij knooppunt De Hocht is ingrijpend. Qua aansluiting is het inderdaad het grootste onderdeel. En het gaat ruim 4 dagen duren om de viaducten te slopen, de A67 het sluitstukje te maken en een aantal nieuwe verbindingen die we dan in gebruik gaan nemen af te bouwen. Van vrijdag 24 tot maandag 27 juli is de A67 richting Venlo afgesloten ter hoogte van knooppunt Leenderheide. Ja, in het weekend na De Hocht gaan wij de A67 komende vanuit Antwerpen gaan wij afsluiten. Die leiden we om via de nieuwe situatie en dan komt het verkeer eigenlijk hier achter mij weer op de A67. En dan hebben we het in feite al over een nieuwe permanente situatie. Dat klopt, het is een nieuwe permanente situatie en de reden waarom we dat nu doen is omdat we hier aan mijn achterkant hebben wij eigenlijk de nieuwe autosnelweg komende vanuit Maastricht. Die moeten wij nog afbouwen richting Den Bosch.